Soms werd ze al herkend. En dan riepen ze, hey, daar is mijn oma weer. Toen haar huisartsen in de week van haar overlijden naar oma kwamen voor een gesprek, noemden ze natuurlijk ook de jongste huisarts in opleiding, haar kleinzoon. En toen diezelfde huisartsen de ochtend van haar overlijden weer kwamen, zeiden ze, we zullen haar nooit vergeten. Haar positiviteit en haar absolute wil om te blijven leven was heel bijzonder. Ze had vooral haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waar ze voor wilde leven. En ook nu, hier rondom haar, straalt die warmte nog altijd af naar elkaar. Maar oma was ook echt super grappig. Haar lach was ontzettend aanstekelijk. Ze vertelde nooit een grapje, maar ze maakte je aan het lachen door iets geks te doen of een raar stemmetje op te zetten. En dat dat zo is, daar hebben we de beelden van gezien. Eigenlijk was alles wat ze deed grappig. We moesten altijd om haar lachen. Ieder van ons is overvallen door de ziekte van oma. Maar vanaf het begin was het voor haar duidelijk. Ik word weer beter, ik ga er alles aan doen om beter te worden, want ik wil leven. En helaas bleef stukje bij beetje duidelijk dat dat onmogelijk was. En toch bleef ze positief. Gedurende haar ziekte heeft ze er nooit alleen voor gestaan. Er was altijd iemand bij haar. Overdag minimaal 3 mensen. Van 1 altijd haar hand vasthield. De ochtend voor haar overlijden vroegen wij haar, zorgen we wel goed genoeg voor je? En zij stak haar duim op. En als oma, als Esje haar duim opstak, dan wist je dat het goed zat. De duim omhoog, dan zat het goed. Duimen zitten aan mensenhanden. En Esje haar handen hebben gewerkt en gezorgd. Ten einde toe heeft ze het beste van zichzelf gegeven. Die werkende handen, ze zijn nu stil. We wensen haar de hemel toe. Want zij was een stukje van jullie hemel op aarde. Maar ik heb nog veel meer van jou gehouden. Soms sta ik stil bij de momenten die 1,5 maand geleden nog zo gewoon waren. Maar nu zo bijzonder. Zoals wanneer wij met onze huissleutel bij jou binnenkwamen en jij standaard riep, is woe. En wij op onze beurt weer reageerden met een verzonnen naam, waarna jij altijd heel hard moest lachen. Of wanneer wij onze sleutel juist niet bij hadden en in plaats van aanbellen, kleppen we er met de brievenbus, totdat je reageerde. Want op die manier wist jij dat wij het waren en hoefde je de deur niet voor vreemde mensen open te doen. Vervolgens gooide je altijd de sleutel van boven naar beneden, zodat wij zelf binnen konden. Die kleine dingen die 1,5 maand geleden nog zo gewoon waren, maar nu zo bijzonder. Geen goedemorgen appje meer, iedere ochtend. Geen foto's meer van je ontbijt, je lunch, je avondeten. Als je eet, zei je dan altijd. Als je eet aardappel, broccoli en een glaasje witte wijn. Mi drumu, mi dansi, mi farung flauw. En s'avonds voordat je ging slapen, stuurde je altijd. Slapen jullie lekker voor straks en morgen gezond weer op. Maar vanaf nu is het stil. Die stilte, die gaat wel even wennen zijn, lieve oma. Want jij was zelf nooit stil. Je praatte graag heel de dag. En terwijl je praatte, ging ik op de bank liggen met een kussen en een deken dat je voor mij had klaargezet. En binnen 10 minuten had ik dan ook nog eens wat lekkers te drinken en te eten. Als ik alleen kwam, vroeg je altijd, hoe gaat het met mijn kleinzoon? Geef jij hem een bossie en een brasa voor mij? En daarmee bedoelde je Bart. En als hij wel meekwam, dan sloeg je altijd heel hard met jouw vuist op zijn arm. Want hij moest weten dat zijn oma sterker was en voor niemand bang was. Tegenwoordig vroeg je ook altijd wanneer ik jouw achterkleindochter meebracht om te knuffelen. Onze hond Bowie. Jullie waren onafscheidelijk tot het allerlaatste moment. Die stilte, die gaat wel even wennen zijn, lieve oma. Want jij was zelf nooit stil. Je praatte graag
En de laatste tijd steeds vaker over hoe koud je het had. En eerst was het gewoon, want het was winter. Totdat het opvallend werd, want bij jou thuis was het bloedheet. Zo is het balletje gaan rollen, maar altijd ben jij positief gebleven. En we zijn blijven lachen. Zoals die keer dat je in het ziekenhuis lag en een bezoeker was om achteraf voorbij. Maar jij wilde graag een badjas hebben. Dus om 8:30 kwam ik jou de badjas brengen. We zijn samen in jouw bed gaan liggen, tv kijken en kletsen. En iedereen in de kamer moest weten dat ik jouw kleindochter was. Om 10:00 ben ik uiteindelijk weggestuurd door de verpleegsters. Maar ik heb jou wel achtergelaten met een grote glimlach. Allerliefste Esje, dankjewel. Jouw kracht, jouw positiviteit en jouw grapjes hebben ons er deze laatste weken heen gesleept. Maar die krachtige, ik word wel wat beter, werd steeds vaker een zachte, ik kan niet meer. Dag en nacht hebben wij voor jou klaar mogen staan. Je zei, ik ben jullie zo dankbaar. Goed heb ik voor jullie gezorgd toen jullie baby waren. God dank dat jullie vandaag weer voor mij mogen zorgen. Nee, oma, ik ben God dankbaar. Dankbaar voor de speciale band die we hadden. Dankbaar dat wij nog hele dagen met jou op bed hebben mogen liggen. Knuffelend, hand in hand. Dankbaar dat dat de manier is waarop je bent gegaan. Liefdevol tussen jouw tweeling in. Terwijl wij jouw kusjes gaven, stevig vasthielden en vertelden dat wij op iedereen zullen letten. Dat je de allerliefste bent en dat het goed was. Dat je mocht gaan. En je ging. Je ging zoals je leefde. Zo geliefd door zo ontzettend veel mensen. Omdat jij zelf ook zoveel mensen lief had. Oma, ik kan echt niet zonder jou, zei ik. Niet huilen, schatje, zei je. Ik blijf altijd bij jou. Lieve oma, ik blijf met jou verbonden door de liefde die er altijd is. En het sterretje dat nu is gaan stralen, die is veel sterker dan de duisternis. Rust nu maar lekker uit, lieve oma. Ik hou van jou. Veel liefst van jou, Adi. Mijn lieve tante S, u was een sterke boom met diepe wortels van liefde, warmte en oprechtheid. Dat is wat u ons gaf. Liefdevol, liefdevol. Ik zou zeggen wakaboom. En we zijn tang lobby you en memre you nanga lobby. I am here to pay tribute to my beloved grandmother and also to represent my family and relatives in Gambia. She was one of the most remarkable women that I've ever seen, someone that has brought so much love and happiness to so many. This is not a goodbye, it's a thank you, Grandma. Your entire family in Gambia and myself are thanking you for coming into our lives and loving us. Thank you for all the memories we'll never forget but instead cherish forever. Rest in peace, Grandma. I will say to my language, Jerejef, Yanala Yara Haja Ajana, to the highest. In Paradiso deducant de Angeli. De engelen, mogen zij jou nu begeleiden naar het paradijs. Onze voorvaderen zongen het al als een wiegelied voor hun doden. En wij zullen het zo dadelijk horen, wanneer we jou eren, lieve Esselin. Voor onze voorvaderen was het vanzelfsprekend. Voor ons is het een bede. Een wens, dat de engelen jou nu mogen begeleiden naar het paradijs. We hopen vurig dat zij jou nu zullen opvangen, zoals koesterende moeders hun pasgeboren kind. We hopen vurig dat zij jou naar het land zullen dragen van onze mensendromen. We wensen jou de liefde van God en dat je op je nieuwe weg rust mag vinden en geluk en licht en liefde. Kijk van daaruit ook naar ons, lieve Esje. En leef ook verder met ons mee. She was lost in so many different ways out in the dark.
tanu langonea ki lo rebenu da wa marea o tempo ne vera ma bio amor te così sia udo figlio Tanto ben sarai a tanti giorni e tanti mesi per di un genioli a tamanti malanni e perché la sia più dolce la doi offesa Maria aua non ti esconda da libri di passi Soia la prima parola e ridu la mamma d'ogni stome e d'ogni viento e più che la vita un si trova più che la scuola Maria lo rebenò da ua mare. Pensa.